on the Simpsons. De keiharde 6 op de kaart. En ja, dat is zonde natuurlijk. We bouw je zo'n goede score met 4 birdies en dan kabam, ineens een dubbel op de kaart. Deze app kunt u natuurlijk behalve live scoring tal van andere dingen vinden. En anders als u geen tablet heeft, pgatour.com voor live scoring van dit kampioenschap. Fowler heeft wat green om mee te werken. Daarom heb ik een uitstekende slag. Ja, je moet hier wel een birdie maken. Ik bedoel, de gemiddelde score op dit moment, John, is 4,3. Dat zegt al genoeg natuurlijk. Eén bogey, die ook. Wel 8 birdies, maar nog geen eagles. Gary Woodland. Op de green van de tweede. Oeh, net langs. Over de rand heen. Trotse winnaar van het US Open op Pebble Beach. Verrassende winnaar, maar wel de terechte winnaar. Speelde uitstekend in die week. Jon Rahm. 6 onder, net als zijn playing partner voor vandaag, Patrick Reed. Derde slag. De drive was in de fairway bunker. Ja. En hij heeft nu zo'n 55 meter naar binnen. Ja, we zijn kijken, zo gaat dat. Dan staat hij op 54 meter. En dan houdt hij dit over voor par. 2 bogies gisteren op de kaart voor Ra. Dan zijn we terug bij DJ. En dat lijkt mij Patrick Reed. Tweede in de bunker van Reed. Goede drive. Net in de primary rough, zoals dat zo mooi heet.